Ja. Pierre Stavares, Ella Souti, Ella Souti. Nu wel, 0-2. Hij is belangrijk hoor, Ella Souti. Als je alle wedstrijden in de basis staat en 24 keer scoort, dan ben je zeker belangrijk. Maar dat was een jaar geleden wel anders voor Ahmed El Azouti. De spits van Kozakken Boys is een echte laadbloeier, maar behoort inmiddels wel tot de grote jongens in de tweede divisie. Eigenlijk kennen we hem dus pas een jaar, want daarvoor werd hij nog op de bank gehouden door Reilly Ignacio. El Azouti greep zijn kans echter met beide handen aan en zorgde ervoor dat er geen twijfel meer bestond wie de aanvalsleider van de Kozakken moest zijn. 37 basisplaatsen leverden 31 treffers op. Als we kijken naar de grote drie in de tweede divisie, dan zien we dat ze elkaar nauwelijks ontlopen. Bovendien maakten ze allemaal 7 keer de openingstreffer. Alleen Roy Kastien deed dat dit seizoen nog een keer vaker. El Azouti onderscheidt zich op andere vlakken. Hier zie je bijvoorbeeld zijn balcontacten in de topper tegen Barendrecht. En dan zie je dat de spits echt overal op het veld te vinden is. En al die arbeid ging totaal niet ten koste van zijn scherpte voor de goal. Met 4 schoten op doel was hij met afstand de gevaarlijkste speler op het veld. En ook opvallend, meer dan 70% van zijn passes kwam aan bij een ploeggenoot. Dat is een zeer hoog gemiddelde voor een spits. El Azouti kan wat ons betreft makkelijk een niveau hoger aan. Maar de spits gaf zelf al aan niet voor elke willekeurige profclub te willen spelen. In een goed voetballende ploeg komt zijn spel namelijk het beste tot zijn recht. Wat dat betreft zit hij bij Kozakken Boys op dit moment uitstekend op zijn plek.